Braziliaanse Koorts, film die ik samen met Monique Schouts heb gemaakt. Dat vertelt een hele bijzondere en vergeten emigratiegeschiedenis van honderden Hollanders. Die halverwege de 19e eeuw naar Brazilië zijn gegaan. Dat waren allemaal arme mensen die met name woonden op het Zeeuwse platteland. En die werden geronseld met mooie beloftes van kom naar Brazilië. Nou, eenmaal daar, na een afschuwelijke zeereis, bleek het helemaal... Ja, die Gouden Bergen, dat klopte eigenlijk helemaal niet. Die mensen leefden gewoon in armoede. Ja, en wat die film voor ons ook zo bijzonder maakt, is dat 160 jaar later, daarmee tonen we ook echt aan dat migratie van alle tijden is, komen er ook weer Brazilianen naar Nederland toe. Nou, en wat een bijzonder verhaal is, dat een van die mensen is een mevrouw die tegenwoordig met haar dochters en twee kleinkinderen in Amstelveen woont. Wat voor heel bijzonder is, zij hoorde pas in Nederland dat haar oorspronkelijke voorouders ook uit Nederland waren vertrokken, uit Zeeland. En eigenlijk met diezelfde reden waar haar voorouders waren, naar Brazilië waren gegaan, is zij naar Nederland gekomen. Gewoon enkel om je leven iets beter te maken. Zij wilde dat haar dochters gewoon normaal onderwijs konden krijgen. Ja, dus dat heeft haar... Maar dat dreef haar eigenlijk in handen van ronselaars, die ook weer met mooie verhalen kwamen. Van ja, in Europa, dan gaat het allemaal goed komen. Ik werk in de toerisme, was haar verteld. En dan, je hoeft alleen maar in het vliegtuig te stappen en dan komt het allemaal goed. En binnen een mum van tijd heb jij genoeg geld verdiend om je hele familie over te laten komen. Nou, ze kwamen op Schiphol terecht. Ja, ze werd echt een beetje aan de lot overgelaten. Marjolaine had het geluk dat ze daar op Schiphol iemand ontmoette die banden had met de Braziliaanse kerk in Nederland. En die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ze een beetje een leven kon opbouwen. En uiteindelijk heeft ze ook werk gevonden. Ze paste op kinderen van een familie in Amsterdam. Ze is nu goed terechtgekomen, zie ik. Ja, maar het is nog steeds een enorm hard leven. De film wordt binnenkort, volgende week vrijdag, 4 december, in de Bali in Amsterdam is hij te zien. En we hopen uiteraard dat Marjolaine daarbij aanwezig zal zijn.